Waarom rijden er voor ProRail soms auto's met blauw zwaailicht? ProRail heeft blauwe zwaailichten omdat ze een eigen calamiteitenorganisatie hebben voor de calamiteit op het spoor. Er kunnen verschillende incidenten op het spoor plaatsvinden. Treinen die naast het spoor terechtkomen. Stroomafnemers die kapot gaan bovenop de trein. Lekkages van gevaarlijke stoffen in goederentreinen. Aanrijdingen. Er kan dus van alles gebeuren op het spoor. Om te zorgen dat we tijdens calamiteit ons werk goed kunnen doen, oefenen we regelmatig. Het is belangrijk dat ProRail een eigen calamiteitenorganisatie heeft om zo snel mogelijk en op een veilige manier de treinen weer te laten rijden.